Stel, we hebben een stangenmechanisme die op twee plaatsen scharnierend verbonden is met de grond. Het bestaat uit een eerste staaf. OA. Een tweede staaf. AB. En een derde staaf. PC. Stel dat we deze hoeken kennen. Deze is 45 graden. Deze is 60 graden. En dat we ook alle afstanden gekend hebben, dus weten hoe lang deze staven zijn. Stel dat we ook weten met welke hoeksnelheid deze staaf draait. Dan ligt die beweging van het systeem helemaal vast. Als we hier aan draaien, dan trekken we deze staaf mee. En deze staaf trekken we ook mee en die zit vast in C. Dit betekent dat we ook de hoeksnelheid van de staaf BC kunnen gaan berekenen. Hoe kunnen we dat doen? Een hoeksnelheid kunnen we makkelijkst berekenen door de snelheid van één van de punten van die staaf te gaan berekenen. Hier lijkt mij dat evident om punt B te kiezen. Laten we de beweging van B beschrijven. Hoe beweegt B? B is verbonden aan C met een staaf. Een staaf houdt de afstand tussen die twee punten constant. Dat betekent dat B beweegt op een cirkel rond C. B hangt ook vast via een staaf van A, dus beweegt ook op een constante afstand van A, dus beweegt ook op een cirkel rond A. A is geen vast punt, maar beweegt op een cirkel rond O. We zien dat deze tweede beschrijving een samengestelde beweging is. B beweegt ten opzichte van iets en dit iets beweegt zelf. Als we nu gaan kijken naar deze twee beschrijvingen, dit beschrijft twee keer de beweging van hetzelfde punt B. Dit betekent dat deze snelheid hier dezelfde moet zijn als deze snelheid hier. Wat zegt de stelling van de samengestelde beweging? Die zegt dat we deze snelheid kunnen gaan schrijven in twee componenten. De eerste component is een sleepsnelheid. En de tweede component is een relatieve snelheid. Wat moeten we daarvoor doen? We moeten een assenstelsel kiezen zodanig dat hetgeen die hier centraal staat, dus hier het punt A, stilstaat in het bewegend assenstelsel. Zodanig dat deze beweging die hier vooraan komt te staan, de relatieve beweging is ten opzichte van het assenstelsel. Dus wat hebben we nodig? Een assenstelsel waarbij dat A stilstaat. Er zijn hier verschillende opties voor. Een eerste optie is een assenstelsel met een oorsprong in A, waarbij die oorsprong de beweging maakt die A maakt. Als we kijken hoe beweegt A, A beweegt op een cirkel rond O. Dus als we een assenstelsel kiezen in A en we laten de oorsprong transleren volgens de snelheid waarmee A transleert, dan hebben we een assenstelsel, een translerend assenstelsel in A gekozen waarbij A stilstaat. De grootte van de snelheid van de oorsprong is gegeven door omega keer de afstand OA en de richting en zin zijn loodrecht op de verbindingsas OA. Bij een translerend assenstelsel beweegt elk punt met dezelfde snelheid. Dus die sleepsnelheid is voor elk punt de snelheid van die oorsprong. Dus de sleepsnelheid is niets anders dan VA. De relatieve snelheid, B beweegt op een cirkel rond A. Dus ten opzichte van het bewegende assenstelsel is de relatieve beweging een cirkelbeweging. Dit betekent dat de snelheid loodrecht op de verbindingsstraal
of volgens de raaklijn aan de cirkel staat. Dus de relatieve snelheid is volgens de raaklijn aan de cirkel loodrecht op de verbindingsas AB. Goed, in het eerste stuk hier zien we nog dat B beweegt op een cirkel rond C, wat betekent dat de snelheid van B loodrecht staat op de verbindingsas BC. Als we nu kijken naar het aantal onbekenden in deze vectorvergelijking, dan vinden we van VB, wat kennen we daarvan? Enkel, we kennen de richting, maar niet de grootte. De grootte is dus onze eerste onbekende. De sleepsnelheid is de snelheid van A. Aangezien we deze afstand en deze hoeksnelheid kennen, is deze volledig bepaald. De relatieve snelheid, daarvan kennen we de richting, die was verticaal. Maar daar kennen we de grootte niet van, dus de tweede onbekende. Een vectorvergelijking in twee dimensies kunnen we oplossen als er slechts twee onbekenden zijn. Er zijn slechts twee onbekenden, dus dit kunnen we oplossen. Ik zei in het begin dat er verschillende opties waren voor de keuze van een bewegend assenstelsel. Stel dat wij een ander assenstelsel kiezen. Een assenstelsel waarin de volledige as stilstaat. Dus als we de volledige as OA willen laten stilstaan, kunnen we een assenstelsel kiezen waarbij die as een van de assen van het assenstelsel is. Als we een assenstelsel willen die enkel roteert of enkel transleert en heel die as roteert al, kunnen we best de oorsprong kiezen in een vast punt. Een vast punt is hier dat punt O. Dus als we nu een roterend assenstelsel kiezen, in het punt O, roterend met de hoeksnelheid omega, is dit een assenstelsel waarin het punt A een vast punt is. De relatieve beweging is nog steeds een relatieve beweging, cirkelbeweging, ten opzichte van het punt A dat vast is en is ons bewegend assenstelsel. Dus de relatieve snelheid die zal nog steeds naar beneden staan. De sleepbeweging zal nu echter anders zijn. Als je kijkt naar de assenstelsel, wat elk punt doet, elk punt maakt een cirkelbeweging rond O. Een cirkelbeweging rond O is rakend aan deze cirkel of loodrecht op deze verbindingslijn. Wat zien we? De vector VB die moet dezelfde zijn. Dat is onafhankelijk van de manier waarop ik het oplos. De sleepsnelheid is anders geworden, dus moet de relatieve snelheid anders zijn. De richting, had ik al gezegd, die is hetzelfde. Dat betekent dat de grootte van de relatieve snelheid anders zal zijn dan bij de vorige oplossingsmethode. Kunnen we eigenlijk ook inzien. Als iemand rond mij aan het draaien is met een bepaalde hoeksnelheid, dan zie ik een andere hoeksnelheid als ik zelf stilsta of als ik de as waar volgens ik kijk ook laat roteren. Hier bij een roterend assenstelsel laat je de as roteren, dus de hoeksnelheid, de grootte van die hoeksnelheid waarmee je roteert, is een andere. Daarom zal hier die VR een andere grootte hebben. Er zijn nog andere opties. Je zou ook een assenstelsel kunnen kiezen in A, waarvan de oorsprong transleert, maar waarvan de assen ook meedraaien. Dus dan zou je een assenstelsel hebben waarbij zowel de oorsprong transleert als de assen draaien, dus met twee componenten in die sleepsnelheid. Ik zou aanraden om in oefeningen altijd een assenstelsel te kiezen die enkel transleert of enkel roteert. Goed, als we nu die vergelijking willen gaan oplossen, hebben we twee methodes. De eerste is gewoon projecteren op x en y. Dus VBX is de x-component van de sleepsnelheid plus de y-component. De x-component van de relatieve snelheid. En de y-componenten net hetzelfde. En uit die twee vergelijkingen daar die twee onbekenden insteken en verder oplossen. Een tweede methode is met behulp van de snelheidsdriehoek. Hoe werkt die? Daar zeg je, ik ken alle richtingen. Dus ik weet de richting van VB. Ik weet dat die gelijk moet zijn aan de sleepsnelheid plus de relatieve snelheid. De sleepsnelheid, die laat ik hier ook vertrekken. Die gaat in die richting. En de relatieve, die moet hier eindigen. En dan ga je op zoek waar dat deze twee elkaar kruisen.
Aangezien we die sleepsnelheid helemaal kunnen berekenen in kennis en we alle hoeken kennen, kunnen we met behulp van vlakke meetkunde de grootte van VB en van VR uit deze driehoek halen. Dus dat is de tweede manier om die twee onbekenden uit deze ene vectorvergelijking te halen.